Het is 3 april 2017 en ik ben vanochtend al vroeg opgestaan. Ik heb gezellig met mijn zoontje gespeeld en ik ben zelfs naar de kapper geweest. Maar ik moet mijn lezing nog voorbereiden. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horens en ik wil je meenemen in de wereld die autisme heet. Of misschien wel meenemen in mijn leven. Want ik denk dat het leven niet alleen over autisme gaat. Gisteren heb ik mijn eerste vlog de wereld ingestuurd. Het was echt heel erg tof te zien dat heel veel mensen de vlog gedeeld hebben. Dat er ontzettend veel mensen waren die leuke reacties erop gaven. Dat het ook herkenbaar soms was voor mensen om een autiloze zondag te hebben. Dat is eigenlijk ook wel heel erg tof. En er zijn ook ontzettend veel nieuwe volgers bijgekomen. Dat vind ik eigenlijk heel erg cool. Dus ik hoop dat jullie weer massaal deze vlog gaan delen. Ik zal proberen om straks een Facebookpagina aan te gaan maken, zodat het makkelijker is om die video's terug te vinden en ze terug te kijken. Het is allemaal iets voor na de autismeweek. Want zoals ik al zei, ik moet mijn lezing nog voorbereiden. En vanavond ga ik naar Barneveld om te praten over autisme en verslaving. Dat is best wel een pittig onderwerp, heb ik eigenlijk gemerkt. Daar hebben we er ook bijgevoegd autisme, gamen en verslaving. Want gamen wordt de laatste tijd ook weer heel erg genoemd als een verslaving. Nou, daar ga ik vanavond daar wel wat meer over vertellen. Hoe ik daarnaar kijk en hoe er in het algemeen naar gekeken wordt. Ik ga ook vertellen over mijn eigen struggles die ik gehad heb met verslaving. En waar ik eigenlijk nog steeds wel tegenaan loop. Dat vind ik persoonlijk altijd wel pittig. Ik heb daar eerder over gesproken bij het kennisnetwerk autisme. Een maand of twee geleden. Was toen wel een moment waar ik zelf echt wat tranen over had. Dus ik ga het nu even niet doen hoor. Wees niet bang. Maar dat is soms wel pittig. En dan moet ik die lezing dus nog voorbereiden. Nou, hoe gaat dat nou? Misschien geef je zelf ook wel eens lezingen of moet je een praatje houden. Nou, hoe ik het meestal doe, is dus heb ik in mijn telefoon gedurende de ochtend eigenlijk gewoon wat woorden opgeschreven. Nou, ik mag een uurtje iets vertellen. Dus ik schrijf ongeveer 10 woorden op die ik dan straks in de goede volgorde ga zetten en waar ik iets over ga vertellen. Nou, wat vind ik nou allemaal bij autisme en verslaving horen? Is verbinding, structuur. En wat is nou eigenlijk verslaving? Wat is de functie ervan voor mensen? En zeker als we dan praten over autisme. Dan kunnen we het misschien beter begrijpen als we leren over dingen als veiligheid en emoties. Wat zijn nou alternatieven voor de verslaving? Wat is eigenlijk het plan B, zeg maar, voor verslaving? Je kunt niet zomaar tegen iemand zeggen die verslaving heeft van, nou, moet je een mars eten en dan komt alles goed of zo. En wat doet de hulpverlening daar? Werkt de hulpverlening eigenlijk hier de verslavingszorg en anderzijds de GGZ, werken die nou goed met elkaar samen? Nou, wat kunnen we nou leren van gamen eigenlijk? Ik vind het een belangrijk begrip wat mij echt wel aan het hart gaat. We kijken heel vaak naar het gedrag rondom verslavingen. Welke overtuigingen zitten er nou achter? En als je vanuit gaat dat mensen met autisme veel beredeneren vanuit een cognitief brein, hoe kunnen we dan op een cognitieve manier daar meer op reageren? Nou, dat vind ik nog belangrijk om iets te zeggen over connectie, verbinding. Daar wordt de laatste inzichten over verslaving, die zeggen eigenlijk, verslaving is eigenlijk iets met verbinding. Dat is iets anders. En dan hebben we het vaak over autisme, en dat gaat dan ook over verbinding. Dat is wel een interessant dingetje. En ik wil het ook hebben over het stigma rondom verslaving. Het is zelf wel een ding wat mij aan het hart gaat. Je weet dat ik ook altijd ervoor gevochten heb om het stigma rondom autisme af te halen. Nou, dan heb ik in deze autismeweek trouwens ook weer, waar we toch in zitten, dus daar moet ik wel iets over zeggen. Ik zie dan weer heel veel krantenartikelen. Het wordt gelukkig steeds minder hoor, thumbs up. Maar waar er over autisten gesproken wordt, alsof het zo'n speciale diersoort is, is natuurlijk jammer. Voor autisten doen we light it up in blue. En ik
vraag me echt af door gebouwen te belichten. Ik heb het al eerder gezegd, maar of we daar nou echt iets mee oplossen. Zet er natuurlijk wel een spotlight op, maar laten we dat veel langer doen. Laten we dat 365 dagen doen. En 365 dagen autisme. Ik wil je bedanken voor vandaag. Ik ga nog proberen om wat te filmen tijdens of na of voor de lezing. Het zou leuk zijn als jullie deze vlog weer delen en op mij abonneren. Mocht je ergens een reactie op willen geven, laat het me weten via Facebook of onder de comments hier op YouTube. Ik zit eigenlijk niet lekker in mijn vel, maar ik heb het wel gewoon zo verteld. Dus misschien moet ik daar morgen even iets over vertellen.